Hallo allemaal en welkom bij Doe Het Zelf Ideeën. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je zelf een boekenkaft kunt naaien. Ik heb deze gemaakt van imitatieleer en dat heb ik gedaan omdat ik heel erg graag dit soort boeken lees met een wat zachtere kaft. Hardcover, dat vind ik ontzettend zwaar en wat lomp lezen, maar ja, zo'n zachtere kaft, een pocketboek en zo, het beschadigt ongelooflijk snel. Vooral als je in de trein gaat zitten lezen en je moet het gauw in je tas stoppen. Vind ik gewoon zonde. Dus daarom maak ik nog wel eens zo'n kaft voor deze boeken. Je kunt natuurlijk ook voor schoolboeken doen. Nou heb ik die niet meer. Dus maak ik met de volgende materialen, met naalden, met twee soorten stof die ik hier heb liggen en mijn schaar, een kaft voor mijn gewone leesboeken. En de afmetingen van zo'n kaft zijn natuurlijk volledig afhankelijk van het boek waar je het voor maakt. Dus je hebt het boek constant nodig wanneer je bezig bent met het maken van de kaft. Nou, ik heb hier een Engelse Harry Potter liggen. En die is al enigszins beschadigd. De hoekjes die beginnen langzaam te sterven. Hier aan de achterkant, nou ja, dat is gewoon van het openvouwen. Maar die randen vooral aan de onderkant zijn behoorlijk zwak. Vind ik jammer. Dus ik ga met deze stof een kaft maken. Ik heb een voering en een buitenkant. De buitenkant heb ik nog met een streep van andere stof wat versierd. Dat laat ik zo zien wat ik daar exact mee ga doen. Want dat blijft er niet zo uitzien natuurlijk. Het is nu nog gewoon eventjes erop gespeld. En dit wordt de voering. Voor de afmetingen heb je je boek nodig. Dat vouw je zo open. Je hebt aan de onderkant en de bovenkant 1,5 centimeter, 2 centimeter ongeveer nodig. En dat is natuurlijk omdat er altijd weer naden bij komen kijken. Dan vouw ik dit zo om. Om te kijken of dat een beetje de juiste afmeting heeft. En dan moet het wel nog dicht kunnen. En dan komt hier de achterkant ongeveer. En hier is dan het stuk dat zo omgeslagen wordt. En dat is natuurlijk allemaal helemaal afhankelijk van hoe dik je boek is. De hoogte, dat is gewoon ook eventjes meten. En ik heb nog een streep stof hier. Die heb ik al dubbel gevouwen. En die is zo hoog als de stof. En daar maak ik een soort band van, zodat ik dit af en toe zo eventjes naar binnen om kan slaan. Hier wordt het wel vastgenaaid, maar dan is het zeg maar min of meer verstelbaar, zodat ik hem kan verstellen voor boeken. Bijvoorbeeld in dezezelfde serie, die hebben dezelfde afmetingen, maar zijn minder dik, dan kan ik de kaft aanpassen. Als eerste ben ik bezig met deze stof. Ik vul eerst een band er zo op. En ik heb de zijkanten al omgeslagen, zodat ik geen gerafelde rare buitenkant krijg. En ik heb het zo vastgezet in een rechte lijn. En dat moet nog even met een naaimachine nagelopen worden. Zo, dan heb ik hier zo die band die ik ga maken. En die leg ik zo met de mooie kant naar binnen. En dan naai ik zo deze rand dicht. Nu moet dit gekeerd worden. En dat doe ik zo gewoon zoveel mogelijk met mijn vingers. En als dat niet meer gaat, pak ik er even een potlood of iets dergelijks bij. En dan kan ik het zo naar buiten duwen. Zo, dat stukje er nog even uit. En die kan dan zo hier nog eventjes glad genaaid worden, zodat die naden aan de binnenkant niet rechtop blijven staan en het allemaal dik maken. Dus als je gewoon hier zo en aan de andere kant het naloopt met de naaimachine, blijft dit mooi glad.
We zijn alweer bijna klaar. Alles is voorbereid, nu moet het alleen nog in elkaar gezet worden. Daarvoor komt het boek er weer bij. En hier zo heb ik al de markeringen gemaakt voor waar de omslag komt. Die heb ik ingeknipt, zoals je kunt zien. Zo komt de vouw. En dan moet je even goed kijken waar dit zo uitkomt. En op basis daarvan zetten we deze strook vast. Die leg ik hier zo neer. Dan weet ik waar die moet komen. Zo ongeveer. En je kunt ook, als je exact weet hoe groot het moet worden, van de rand uitgaan en het dan zo ongeveer meten. Maar ik heb het even gedaan met behulp van het boek en dan komt die zo ook prima uit. Dus dit kan zo hieronder geschoven worden later. Als je dat allemaal weet, dan kan het boek in ieder geval opzij. En dan heb je de stof voor de voering. Die leg je ook zo erop. Met de mooie kant weer zodat je hem niet ziet. De mooie kant op de mooie kant. En ook hier heb ik al markeringjes ingemaakt voor de voorkant. Goed opletten dat dit ook allemaal goed plat ligt op de juiste positie. Je kan het eventueel vastzetten met spelden. En nu kun je zo de rand gaan volgen. Let er wel op dat je ergens een opening vrijlaat, waardoor je de hele boel kan keren. Anders dan heb je een klein probleem. Voordat je hem nu gaat keren, moet je wel eventjes deze hoekjes zo wegknippen. Anders komt er een prop in je kaft en dat wil je niet hebben. Knip alleen niet te dicht op de naden, want dan kunnen ze gaan rafelen. Ik heb hem nu gekeerd. En wat er nu gebeurt, is dat hier zo nog best wel een dikke prop zit. Dus dat kan je weer nalopen met de naaimachine. En door dat dan zo aan elkaar te stikken, blijft het wat platter liggen. En heb je daar geen last meer van. Dus gewoon zo deze randen volgen. Dan komt dat helemaal goed. Je kunt het eventueel van tevoren ook eventjes strijken. Dat scheelt ook al erg veel. Zo, ik ben dus nagelopen met de naaimachine zoals je kunt zien. Een stuk gladder is geworden. En dit is dan het deel dat zo ingekort en aangepast kan worden. Dit is de voorkant. En deze omslag moet nog eventjes vastgenaaid worden. Dus hier zo, precies op die lijn die er al zit, ga je nog even heen en weer met de naaimachine zodat dit vastkomt. En daar kun je dan de voorkant van je boek, de kaft, zo erin schuiven. Zo, dit is klaar. En nu kun je het boek zo erin gaan schuiven. En de achterkant kan er ook zo in. Dus dit heb ik gewoon omgevouwen. Die achterste flap die zit niet vastgenaaid, zodat ik hem kan verstellen afhankelijk van het boek. En dan is het boek goed beschermd. Nu stop ik hem wat makkelijker in mijn tas als ik snel op moet staan in de trein op weg naar werk en zo. En dan is het einde van deze video alweer in zicht. Ik hoop dat jullie deze video leuk hebben gevonden. Als het zo is, laat me dat weten door me een duim omhoog te geven of een reactie achter te laten. En ik hoop dat je je abonneert op dit kanaal. Als je dat doet, klik dan op het klokje naast de abonneren button. Dan zie ik je sowieso in de volgende video weer. Hopelijk doe je dat allemaal. Tot de volgende keer en dag!